Vandaag bij Eimond Nieuws voor Bekijk het maar ontvangen wij een man die al bijna 60 jaar in het vak zit. Grote hits heeft gehad, zoals Zij, De Clown, Agatha, noem maar op. Hoofdrollen in musicals, The Phantom of the Opera, Op hoop van zegen. Hij is inmiddels 75 jaar. Ben Kramer, welkom. Hallo, dag allemaal. Wat leuk dat je er bent. Ja, ik ga eventjes helemaal terug naar die periode, want in 1964 won jij met de Sparklings, dat was de band waar jij toen al in speelde, ja. Een talentenjacht in Amsterdam. Ja. Hoe ben jij, tenminste, hoe heb je zelf ontdekt dat je zo muzikaal was? Want je komt helemaal niet uit de muzikale familie. Nee, hoe kom je erachter op school? Die jongen speelde muziek op school en op een gegeven moment vroeg er eentje van, heb je zin om vanmiddag even een beetje mee te gaan luisteren naar ons bandje? Nou, goed joh. Dus ik daar naartoe. En toen had je een blad, dat heette de Teen Beat, net als de Muziek Express. De Muziek Express, daar stonden alle hits, op dat moment, daar stonden de teksten in. En die jongen speelde alles instrumentaal, dat bandje. En toen, dat was 1962, en toen waren ze zo aan het spelen en ik heb zo de Teen Beat en ik... Pas een liedje zat nooit vergeten. Het liedje heette I'm Gonna Knock on Your Door. Ring on your bell. I'm gonna knock on your door. Ring on your bell. Tap on your window. Precies. Nou, ja. dat speelden ze tam, als de Shadows. De Shadows ja. In die tijd ook. Hè. En toen zag ik dat liedje zat voor me en ik zing het zo mee. I'm gonna knock. En was het afgelopen. Ik zei, hey, dat klinkt leuk man. Zo. Dat is het begin geweest. Dat is het begin geweest. Ja. En wanneer kwamen de Sparklings? Toen heette we nog de Rhythm Boys. Oh, de Rhythm Boys. Oké. Okay. En later werd Sparklings. Dat is een jaar of twee later. Ja. Anderhalf, twee jaar later. En toen gingen we meedoen met die talentenjacht in Rutex. Op het Rembrandtplein in Amsterdam. Werd toen Willem Duis. Willem O. Duis toen nog. Willem O. Duis, ja. Via grammofoonplatenmaatschappij. Fonogram. Ja. En dat deed onder andere mee Wally Tax. Hij is niet meer onder ons, maar... Karin Kent, dans je de hele nacht met mij. En Wally Tax, de outsiders, weet je. Enfin, en dat wonnen wij. Ja. Dus de Sparklings wonnen die talentig. En dat was er wel een duwtje in de goede richting. Maar eigenlijk ben je ontdekt door, daar zijn de appeltjes van Oranje weer en kijken ze in de poppetjes van mijn ogen. Annie de Reuver. Ja, ja. Maar dat was iets later, 1967, op een gebeuren in de Doelen in Rotterdam. Ik speelde veel met mijn bandje in de weekends. Ik werkte nog gewoon, ik was gewoon jongste bediende bij een verzekeringsmaatschappij. En het was 100 jaar bestaan van Honig en dat zong ik een paar liedjes en Annie hoorde mij zingen. En hij zegt, heb jij wel eens een plaatje gemaakt? Ik zeg, nee, nooit. Nou, ze zeggen, mijn adres, dat hoor je van mij. En Annie ging, die zomer ging ze op vakantie naar Italië. En daar was een liedje op de radio wat veel gespeeld werd. Het werd een hit in Italië. En het heette, nu werd ik de titel weer, Uno Tranquillo. Zo heette het. En een beetje rustig. Uno Tranquillo. Ja. En, maar Annie sprak geen woord Italiaans, maar wel het refreintje zat in de rode. Van Riccardo del Turco, terwijl niemand in Nederland misschien ooit van hem gehoord heeft. Nee, daar ook niemand. Nee. En toen ging ze daar voor die verkoper staan in die platenzaken en die zong ze het refreintje. Zij. Arie, waarom is dat meteen? Die pakt het uit de schappen en alstublieft. En die heeft ze mee naar Nederland genomen en haar man destijds, Gerard Engelsma, trompetist bij de Sky Marshals, bekend orkest, net als het Varen Dansorkest. En die maakte arrangement, we namen het op in de studio, in Stampu Studio in Plaricum. En dat werd een hit in oktober 67. Ja. En dat was voor mij de start om eens te kijken of ik, want het jongste bedienen was helemaal niks van mij bij die bezigheid. Om te kijken of ik daar iets in kon verdienen. Dus ik ben gestopt daarmee. Ja. En toen werd ik... het was een kettingreactie, want Lou Varese, de bekende impresario destijds, die vroeg of ik mee wilde doen aan het Knokke Songfestival in 1968. En zo ging dat maar door en door. En toen was de kogel door de kerk. Zelfs Rio de Janeiro heb je gedaan. Ja. Dat was ook een mooi verhaal. Maar ook Pierre Cartner heeft jou onder zijn hoede genomen, uiteindelijk. 1972. Dat en was toen zijn er hits als De Clown en De Oude Muzikant.
Ja, de clown was een leuk verhaal, want dat was weer een liedje wat kwam binnen Frans bij de... Frans liedje was dat volgens mij. Ja, aan de Vion dansen. Ja. Oftewel, mag ik deze dansen? Ja, de laatste dans. Maar het had niks met een clown te maken. En dat werd mij voorgespeeld door de uitgeverij. Ik ben wel een leuk liedje binnengekomen uit Frankrijk. Is het iets voor jou? Dus ik zat het af te luisteren. En de deur gaat open bij de platenmaatschappij. En wie komt er binnen? Pierre Cart. En die was er net in dienst. Oh ja. En die hoorde het liedje ook. En die zei, wat een mooi liedje. Zal ik er eens een tekst op maken? Zei ze tegen de uitgever. Nou, ze zei, doe maar. En dat werd dus de clown. Ja. En dat is ook weer een geschiedenisverhaal. Maar uiteindelijk ben ik dan, ik praat nu over 19, de clown was 71. Ik ben een paar jaar later uitgenodigd om Nederland te vertegenwoordigen op het Eurovisie Songfestival. En het werd dan het liedje waar Pierre schreef, de oude muzikant. Ja. Nou, en zo hobbelt het maar door. Ik weet ook een liedje van jou, volgens mij is dat niet een hit geweest, maar ik vond het een onwijs leuk liedje. Joffie, joffie, joffie. Oh. Waarom lach je? Volgens mij 67 of zo, of 69? Ja, 69. Ja. Ja, maar waarom ik erop lach, is dat mijn vrouw, mijn huidige vrouw, die ik inmiddels Carla? 31 jaar ken, ja. Die vindt het een verschrikkelijk liedje. Oh, die vindt het verschrikkelijk? Ja, dat vind ik zo leuk. Maar het leuke ervan was wel dat ik toen dus ook bij Radio Veronica goed over de vloer kwam. Mm-hmm. Want tenslotte heeft Eddie Becker, destijds een hele bekende discjockey, ja, bij Veronica, die heeft Mijn Zaai 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 daar echt heel veel gedraaid. En daardoor is het dus een hit geworden. En toen Veronica, die maakte van Joffie, Joffie, Joffie een alarmschijf. Ja. Joffie, 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 Joffie. Ja. Maar weet je waarom ik het nou zo'n leuk liedje vind? Ja. Omdat in Israël het woord Joffie, ja, betekent goed zo. Joffie, ja, ja, fijn gedaan, weet je, ja, wel. Ja, ja, dat. Ja. Ik, ja, weet niet waar het vandaan komt. Ik vond het een beetje balkanachtig. Ik ook niet, ik ook niet. Klinken. Maar in ieder geval, dat werd een alarmschijf. Ja. En toen, zoals je weet, is Radio Veronica uit de ether gegaan op een gegeven moment. Ik dacht ergens in 75 in mijn hoofd. En toen had ik het liedje Veronica Vrij opgenomen. Dat werd ook een alarmschijf natuurlijk. Want het, dit, ja, is Veronica het schip. Dat moet blijven. Zet deze zender zomaar niet. Het was weer een hertaling van het liedje Vrede, wat ik als hit scoorde in 1972, geloof ik. Maar dat is Veronica Vrij. En ja, toen zat ik helemaal in die trechter. En ja, nou ja, dat heeft je allemaal geen windeieren gelegd. Je bent inmiddels 75 jaar geworden. Ja. Hoe is je verjaardag geweest? Heb je een beetje een feestje gevierd? Of? Nou, we hebben het een beetje bescheiden gehouden. Mijn kinderen hebben me verrast op een hele leuke manier. Twee dagen voor mijn verjaardag. Ik ben 17 februari, ben ik 75 geworden. Maar omdat mijn vrouw, die wordt 60, we schelen 15 jaar, in juli, hebben we besloten, gezien die coronatoestanden en zo, om, het slot is er wel al een klein beetje af, maar om nou weer te zeggen, jongens, we gaan met in één keer 100 man met elkaar halen, heb ik helemaal geen trek in. Nee. Dus we blijven nog even op het vinkentouw zitten en we denken medio mei, lekker voorjaar. Dan zijn we ook, hoe lang zijn we getrouwd? 31 jaar, want 30 jaar ging ook niet door. Dus nee, we vegen het spulletje bij elkaar en dan maken we er een leuk feest van. Maak er een leuk feest, ja, van. Nou, tijdens de coronaperiode heb je in oktober, november, december 2020 een heel concert in 3 delen uitgezonden. Ja. Was dat op YouTube ook? Of... Ja, op YouTube. Wat ik zo bijzonder vond van dat concert is dat je het voor niemand deed. Ja, je deed het wel voor mensen, maar er zat niemand... Je suggereert dat ik je voor de volle zaal zat, ja, maar dat was niet het geval. Nee, maar dat heb je, tenminste ik had dat in het begin helemaal niet in de gaten. Ja. Tot ik dacht, oh Barst, hij doet het voor een lege zaal. Maar toen zong je ook het liedje Voor Haar. Mm-hmm. Wat me bijzonder raakte, omdat je het heel mooi en heel klein, ja, zong. Ja. En je zong ook nog 3 of 4 liedjes met Shanna, met je dochter. Ja. Hoe was dat voor jou om dat te doen en om dat in 3 delen uit te zenden? Kijk, we hebben het special in 1 keer opgenomen. We hebben het in 3 blokken geknipt. Ja. Omdat je namelijk, je gaat het uiteindelijk eruit gooien op Facebook. En ervaring leert dat Facebook, als je iets langer erop zit dan 5 minuten, dan slaan de mensen door. Ja. Makkelijk zo. Oh ja, ja. Maar voor de echte liefhebbers, dan hebben we het ook, zo het ook aangekondigd, was het dus elke keer ongeveer, sorry, ik was 20 minuten per keer. Ja.
En uiteindelijk hebben we dan in december, toen de derde aflevering uitgevonden was, hebben we tegen de kerst het hele special op YouTube gezet. Ja, in 1 uur uitgezonden. Ja, en ja. Als je er zin in hebt, kun je naar kijken. Zo niet, je hebt er, dan houd het op. Maar je vroeg hoe het dan was. Om naar, dan moet je uitschakelen, moet je proberen uit te schakelen. Dus dan ga je je liedjes doen. Je weet ongeveer wat je gaat doen natuurlijk. Ik heb het wel met orkestbanden gedaan en af en toe met begeleiding van de pianist. Wil Gilling overigens, die het ook opgenomen heeft. Dus de man die mijn boekingen doet in Valkenburg. En Valkenburg, 200 kilometer verderop. Ja, ik wil net zeggen. Maar dat maakt niet uit. En toen, dat hebben we zo. Maar dan moet je dit, waar je naar kijkt, dan moet je proberen dit te doen. Je moet je echt in de liedjes vastbijten. Dan merk je het niet zo. Alleen ja, als een liedje is afgelopen, er komt geen applaus. Nee. Dus dan moet je ook weer weten wat je tussen de liedjes door gaat zeggen. Dat is erg belangrijk. Een soort verbindende tekst maken. Ja, verbindende teksten maken. Ja. Want ik wilde niet een liedje opnemen en dan stoppen en dan weer een liedje opnemen. Dat had het niet. Het moet wel het live gevoel geven dat als een liedje voorbij was. Ik heb ook Phantom gezongen, Music of the Night, dat vind ik prachtig. Maar dan wist ik meteen, als na de Music of the Night, dat liedje van, kwam in één keer een uptempo stuk, weet je wel. En dan lieten we degene die achter de muziek zat, die gaf ik een seintje, als ik het zo voelde, hij wist precies wat ik moest. En dan start hij gewoon de band door. En in die intro's ging ik doorpraten. Dus net als een disjockey eigenlijk, die voor de radio zit. En zijn intro vol praten omdat de gast begint te zingen. Jouw grote voorbeelden waren Tom Jones, Engelbert Humperdinck, Frank Sinatra. Ja, ja, ja. Maar ook in dat concert heb je een hommage aan Old Blue Eyes gebracht. Ja, ik heb een mooie medley gemaakt. Een mooie medley gezongen van, ik geloof, 6 liedjes. Ja. Die heb ik ook weer in de coronatijd heb ik dat ontwikkeld. Ja. Kijk, als je coronatijd... Je hebt niet stilgezeten in die coronatijd. Nee. Ja, ik zit wel stil als je bezig bent. Maar ik bedoel... Je bent wel creatief je bezig. Je bent creatief, blijf je bezig. Ja. En nu nog steeds trouwens. Ja. Waar ben je op dit moment mee bezig? Nou, toevallig heb ik net twee nieuwe opnames achter de rug. Ik ga volgende week met mijn dochter Shanna, want ik wil graag 2 liedjes mee opnemen. En niet voor de commercie, maar gewoon voor onszelf. Ook echt in de studio. En het welbekende prachtige liedje You Don't Bring Me Flowers Anymore van Neil Diamond. Barbara Streisand. Ja. En dat zingt ze echt goed. Barbara natuurlijk, maar ook mijn dochter. Ja. Hoe dat klinkt, ja. En want ik ga thuis dan eerst oefenen met haar. Dat kan ik bij mij thuis doen. En dan zijn we goed voorbereid. En dan rijden we naar Valkenburg. Dat is 2 uur. En dan hebben we die banden. Dus gewoon in de auto, lekker oefenen, komen we binnen en geloof me of niet, echt waar wat ik je nou vertel, staat er gewoon in een half uur op. Ja, nou lekker toch? Ja, we goed voorbereid. Kun je weer 200 kilometer terug? Ja, nee, niet alleen, maar we gaan er tegen ook een klein filmpje bij maken, dat kan daar ook nu. En ja, dat ben ik nu aan het doen. Ja. Er is, ik denk 2 jaar geleden ook een boek van jou verschenen. Ja. Iemand heeft dat geschreven, ik weet niet wie. Nee, het was al in 2018. Ja. In 2018? Ja, 3,5 jaar geleden. Ja. Ja, 3 jaar en 3 maanden. Ja, precies. dat is geschreven door Hans heeft zijn achternaam even kwijt. Hans, maar dat is een hele goede man. Die is een keer of 7, 8 bij me thuis geweest en gesproken. En toen ging hij het schrijven en toen kreeg ik de synopsis. Dus de eerste, nog niet in het boekdruk natuurlijk, maar ik moest doorlezen. En dan komt je hele leven voorbij. En dan, Hoe raar is dat? Ik zou het nooit vergeten. Heel raar, want ik zat buiten. Ik ging meteen lezen natuurlijk. En ik was klaar. En de tranen liepen over me. Ik kom op kamer, stel je er niet zo aan, weet je wel. Nee, maar zoals ik het verteld heb, heeft hij het ook opgeschreven. En toen moest ik op een gegeven moment goed nadenken over de titel van het boek. Eerst was het Kramer versus Kramer. Omdat mijn echte naam is met een K. Ja. En mijn artiestennaam was een C. En hoe komt dat nou? Dat was weer de schuld van Annie de Reuver. Want die dacht, ik ga jou internationaal ook promoten. En dan moet je Kramer heten. En dat is met een C. Totdat de film Kramer versus Kramer uitkwam. Met een K. Met een K. Dus ik bel Annie over. Zo, Annie, ik weet niet of je het weet. Maar het mag ook met een K. Oh, ze zei, ik heb het nou niet meer veranderd. Nee, maakt ook niet uit. Dus dan leek het een leuke link om Kramer versus Kramer te doen. Ja. Uiteindelijk hebben we het toch niet gedaan. En we hebben het boek toch andere titel gegeven met de titel
Ben Kramer is mijn naam. Meer dan de clown. Ja. Niet meer dan een clown, nee. Meer dan de clown. Ja. Met andere woorden, ik heb veel meer gedaan dan die ene grote hit die aan je hangt. Hoor je er wel eens bedroefd van dat je denkt, van, moet weer die clown zingen? Of nee, weer zij zingen? Nee, daar heb ik helemaal geen last van. Het is alleen wel zo, ik zeg al gekscherend, niet dat ik daarmee wil vergelijken. Maar Frank Sinatra moest ook altijd zijn My Way zingen, toch? Ja, dat dus, is dus ook wel, zo. Dus ik zing ook mijn clown, dat is helemaal niet erg. Maar ik heb zoveel andere dingen daarnaast gedaan. En dat wil je dan ook een beetje in de etalage zetten. Ja, dat snap ik. En er zijn natuurlijk mensen die zijn heel kort van memorie. Die zeggen, nou, ik ken je nog van de clown. Ja. Maar als ik zeg, ja, later is dat gelukkig iets omgedraaid. Dat ze op een gegeven moment door die musical ben je natuurlijk wel iets heel anders Een mooi voorbeeld. Ik was mijn autootje nog wel eens buiten de deur, voor de deur. En de fietsen de kinderen langs, hij was maar een clown. Maar toen ik Phantom speelde, op een gegeven moment reed er een jongetje langs. Het spookt hier in de open. Kijk, het gaat een andere kant, een andere wenteling nemen. Dit is goed. Ja. En nou ja, daar zie ik je weer in die trechter van, we gaan een andere kant op. Zonder het andere tekort te doen. Ja. En mijn optredens bleven ook doorlopen in de musical tijd. Ja. Maar ik zong natuurlijk klap, maar ik zong ook de Phantom. En ik zong ook prachtige andere liedjes uit musicals. Daar heb ik ook een prachtige musical highlight cd van gemaakt. Ja. Uit Miss Saigon, uit Les Miserables, uit Phantom, uit Chicago, uit Evita, noem maar op. Dat staat er allemaal op. Dus je bent heel breed en je leert ook je stem op andere manieren te gaan gebruiken. Dankzij de musical. Is er een musical waarvan je zegt, als die ooit komt en ze vragen me, jawel, dan doe ik het. Die is er, maar dat gaat niet gebeuren. Word ik te oud voor. Welke? Les Miserables. Dan zou je Jean Valjean willen spelen. Javert. Of Javert, ja, oké. Okay. De Pixieman. Ja. Heb ik ook op een album staan. Oké. Okay. Ah, prachtige muziek. Die rol, die voelde ik helemaal en nog. En, maar ja, ze zagen er niet zitten toen in 1991 in Nederland. Nee. En dat was de reden van mij. Van jongens, ik heb het nou wel even gezien hier. Ik ga weg. Ben naar België gegaan? Ik was in België ook al redelijk. Ik heb de Evita gedaan toen. Ja. Maar toen ging ik een auditie in Les Miserables doen in Nederland. En ik werd een hele goede auditie gedaan, dat weet ik. Dat hebben ze me verteld. Maar toch niet aangenomen. En ik kreeg steeds de indruk dat het niet gebeurde, omdat het toch Ben Kramer van de clown was. En toen dacht ik, nou moet ik weg. En toen ben ik naar Amerika gegaan. En toen heb ik, daar heb ik, ben ik wel aangenomen. Van de musical Evita ook. Aha. En hoe komt dat? Ze hadden daar geen vooroordelen. Nee. In België, toen ik aangenomen werd, in 1990 voor Evita, dat kwam omdat de man die de auditie afnam van mij, was een Amerikaan. Rufus Collins heet hij. En die kende mij niet. En dat was mijn mazzel. De mensen die gaan maar het is toch heel raar als je in een hokje geplaatst wordt, ja. dat je dan denkt, dat kan ja, maar daar zijn wij in Nederland heel goed in. Ja. Nee. Ja, doe niet meer dan dat. Hè. Nee. Maar dat ging tegen mijn gevoel in. Dus ik heb uiteindelijk heb ik maar dorst je dat aan om zo'n musical te doen, om zo'n rol te dragen? Want dat is best heavy. Tuurlijk. Terwijl je altijd het lichte genre had gezongen. Ja, tuurlijk. Ja. Maar mijn stem leende zich er goed voor. En toen kwam ik terug uit Amerika, dat even af te maken. Toen kwam ik terug uit Amerika in 1991. En toen ging ik weer voor Koninklijk Ballet van Vlaanderen in België de musical Chicago doen. Ja. Maar toen was er in Nederland opgevallen dat ik in Amerika geweest was. En toen kwam er de audities Phantom. En toen heb ik audities gedaan en toen werd ik eerst afgewezen, echt afgewezen. Zo van, ja Ben, hartstikke leuk, maar nee, we gaan het toch niet doen. Nou, jammer. Ja. En toen werd ik toch weer een maand later gebeld door Joop van Ende, bij hem persoonlijk. En zei Ben, ik wil toch dat je nog een keer loskomt. En toen zat in de Schouwburg in Amsterdam, op het Leidseplein, zat daar de Engelse cast. De Engelse regisseur vanuit Engeland, hè? 4 of 5 man en Joop van Ende erbij. En toen moest ik het nummer Melodieën van de Nacht, Music of the Night, zingen. Mm-hmm. En dat deed ik in het Nederlands, natuurlijk. En ik zong dat, ik was klaar. En welbekende spreekwoord, dames en heren, als je auditie doet, dan zeggen van, don't call us, we call you. Ja. Daar is de uitgang, dank u wel dat u geweest bent. Dus ik dacht, nou, ik keer me om en ik loop weg. Maar toen kwam Joop naar het bühne toe lopen. Ze had nooit gegeten. Hij zei, Ben, kan je het ook in het Engels? Ik zei, ja. Hij zegt, zou je het in het Engels willen doen?
zeg, maar wacht nou even. Ik zeg, we gaan het toch in Engeland doen? Ja, ik zeg, maar die Engelsen hier, die willen je graag horen in het Engels. Nou, goed, joh. Dus gedaan. Toen was de kogel door de kerk. En toen kwam dat... Maar waarom zeggen ze dan eerst nee? Nou, nee. Dat is... Nee, dat was Joop. Die durfde het niet. Joop durfde het niet aan om Ben Kramer de hoofdrol van Phantom te geven. Nee. Omdat Ben Kramer bekend van de clown. En we gaan daar het Circus Theater verbouwen. En we hebben dat hele rattenplan. Dat durfde, en dat begrijp ik ook wel. He, dus de mensen moeten er ook aan wennen. Het zou hetzelfde zijn dat Johan Cruijff, de beste voetballer ever, in één keer hartstikke goed kan golven. Of korfballen. Ja. Dat moet je heel voorzichtig brengen. Dus ik kreeg de alternate, heet dat. Hè? Dat je deelde hem met Henk Poort. Overigens een geweldige collega. Hmm. En dat is, ik werd aangenomen, ja, schrik niet. Ik werd aangenomen voor 1 voorstelling per 2 weken. Dat is achteraf kolder, dat kan helemaal niet. Want die rol, die had zoveel. Maar het werd snel. Heel veel snel. Veel meer. We hebben 1090 voorstellingen gedraaid. Ik heb er 425 gespeeld. Ja, ja. En ja, toen was echt de kogel door de kerk. Hè? Maar toen kreeg ik mijn eigen première en dit en dat. En maar toen was je er bovenop. Hm. Dat was een hele lange bevalling geweest, hoor ik je zeggen. Maar dat had ik toch mijn zin. Maar je hebt daarna nog veel meer musicals gedaan. Ja, ja. En, ik ga er nog één doen, hè, straks. Dit welke jaar. Ga je doen? Dit jaar, dat is een hele nieuwe. In Boskoop, een kleine musical. 800-jarig bestaan van Boskoop. Ja. Er is een bekend spreekwoord. Dat heet Kom over de brug. Dat komt uit Boskoop vandaan. Dat is raar. En zo gaat de musical ook heten? Ja, ik denk het wel. Ik weet de titel nog niet. Maar over een paar weken hebben we... De eerste repetities. De eerste repetities. Ja. En perspremière. En hoe lang gaat die lopen? Niet zo lang hoor. 30 voorstellingen. Ja. Maar het is alleen in Boskoop. Ja, ja. In het Flora Theater. Dus als mensen je willen zien in een musical, dan moeten ze naar Boskoop komen. Hele mooie muziek ook, ja. Oké. Ik wil je bedanken. Ik wil je ook heel veel succes wensen voor de toekomst met alles wat je wil gaan doen. 1 vraag nog. Wat maakt je gelukkig? We hebben het nu puur over mijn werk, natuurlijk. Nee, ik praat ook persoonlijk met je. Ook persoonlijk? Ja. Dat ik hier bij jou zit. Ja. Nee, maar maak je gelukkig? Mijn kinderen, mijn kleinkinderen, het klinkt een beetje old-fashioned, maar het is het wel. En de gezondheid, want dat is het allerbelangrijkste. Dat is zeker belangrijk. En mijn lieve vrouw, die geweldig is. Ja. Oké. Ben Kramer, dank je wel. Dank je. Dames en heren, dit was Eimond Nieuws met Bekijk het maar. Heel graag tot de volgende keer. Bekijk het maar. Bekijk het maar.